Jullie in de bos hebben ongetwijfeld een prachtige stand, maar dit is de echte vrije natuur. En wij mensen vinden het volstrekt vanzelfsprekend dat we omringd worden door bomen. En we realiseren ons niet dat het merendeel van die bomen, ook deze, ooit door de mens zijn gekweekt en geplant. En vroeger was dat vooral vanwege de houtproductie. Dus populieren zoals deze voor de klompenindustrie, wilgen voor de mandenvlechters, grove dennen als stuthout voor de mijnbouw. Maar tegenwoordig kennen we aan bomen een veel belangrijkere functie toe. Bomen die bepalen de kwaliteit van de leefomgeving. Ze zuiveren de lucht. Ze beschermen tegen ozon en fijnstof. Ze verminderen geluidsoverlast. Ze verfraaien het zicht. En dat is de reden dat er overal bomen zijn aangeplant. Niet alleen in parken en plantsoenen, maar langs vrijwel alle wegen en straten. En nogmaals, allemaal door mensen gekweekt en geplant. En Brabant is wat dat betreft absoluut de koploper. We zijn de grootste producent van bomen. Het wemelt bij ons van de boomkwekerijen. En vandaag gaan we een kijkje nemen bij een hele bijzondere Van den Berg in Sint-Doederode. Het lijkt allemaal zo eenvoudig, hè? Stekkie planten, een beetje water geven, rustig wachten tot die boom volwassen is. Maar de werkelijkheid is een heel andere. Hi Hans, maak er even bij jou bij. Hoppakee. Zo. Dan, ik zou zeggen omhoog, als die kan. Yes. Want de boompjes hebben een voortdurende verzorging nodig, hè? Ze moeten beschermd worden. Tegen de zon, tegen de vorst, tegen de droogte. Ze moeten worden bemest. Oh. En natuurlijk ook gesnoeid, verpoot. Ja, een boom groeit niet zomaar. Het is wel hoog aan het worden. Ja, in ieder geval gewoon hoog. Hoor. Er blijft niks van over, man. Nee, maar je hebt er 3 jaar de tijd om te herstellen. 3 jaar de tijd om te herstellen. En snoeien doet groeien, hè? Dit is niet zomaar willekeurig knippen, hè? Oh, ze weten precies waar ze moeten snoeien. Zodat die boom volgend jaar nog breder wordt, nog hoger wordt. Nou, voor mij is die mooi. Oh, dat wil ik ook even doen. Vakmanschap, hè? Pieter van den Berg, directeur-eigenaar. Ja. Jullie hebben wel een hele grote kwekerij, hè? Om hoeveel hectare gaat het? Hoeveel... Alles samen over ongeveer 500 hectare. En hoeveel soorten bomen, soorten? Met variëteit erbij, 1700 ongeveer. Ja. En waar gaan al die bomen nou naartoe? Wie zijn de belangrijkste opdrachtgevers? Ja, eigenlijk de eindstations waar ze terechtkomen zijn of de overheid, meestal gemeentelijke overheid, of de particulier die zijn of haar tuin laat ontwerpen en aanleggen. Of wat wij dan speciale projecten noemen. En dat kan een Efteling zijn, dat kan een voetbalstadion zijn, iets industrieels. Een Olympisch dorp bijvoorbeeld in Londen. Want jullie exporteren ook? Wij exporteren naar meer dan 25 landen. Goeiedag zeg. Ja. Goeiedag. Ik moet het toch eens uitleggen. Je hebt in Nederland een prachtige spreekwoord. Boompje groot, plantertje dood. En dat wil zeggen dat je vaak heel lang op je opbrengsten moet wachten. Ja, want zo'n boom die groeit langzaam. Ja. Jullie zijn gespecialiseerd in grote bomen. Ja. Dus dat is geen kwestie van snel cashen. Hè? Dat is geen kwestie van snel cashen. Ze moeten natuurlijk wel groot worden. Ze moeten ook mochten. Goed doorgroeien bij de klant. Maar de meeste bomen die hebben 10 jaar al gepasseerd voordat ze hier... En wat is nou de oudste boom die jullie hier op de kwekerij hebben staan? De oudste boom is een plataan. Dat is eentje van 100 jaar oud ongeveer. 100 jaar? Ja. Wat moet die kosten? Ongeveer 100.000 euro. 100.000 euro, ja. Oh, okay. Nou, ben je alweer de derde generatie van het familiebedrijf? Ja. Gaan de zaken nog ongeveer zo als in paastijd of in de tijd van grootvader? Ja, het is echt een familiebedrijf. Hè? Dus wij zijn nu met 4 zeg maar, eigenaar. Grootvader is begonnen en de 2 gebroeders van den Berg, die hebben het eigenlijk heel lang gedaan. En die zijn nog steeds actief, ja. Ja, okay. Die zijn niet in de dagelijkse praktijk als medewerker, maar wel toch op grote regelmaat langskomen. Ja. Okay. Nou, moet je mij eens vertellen, ik heb een klein achterplaatsje, 2x2. Ja. Ik wil bij jou een boompje bestellen. Is dan er gewoon een kwestie dat ik zo'n boom uit een boek kies en zeg, doe maar dan deze? Ja, 2x2, er kunnen best 4 hele grote kluiten in van een meter doorsnee, denk ik. Dus okay. Dat kan. Kunnen we eens kijken naar een veldje waar ik mijn boompje kan uitkiezen? Ja. Oké, okay, gaan we dat doen. Okay. Nou, ik ben benieuwd. Ja. Kijk, dit is hem dan. Deze? Ja, uitgezocht, ja. Deze jongen. Ja, hij komt er iets meer los, wordt iets breder als hij losgesneden is. Nog groter. Ja, dan heb ik toch een probleempje. Want ik heb alleen de fiets bij me. Oh jee toch? Ja, en bovendien is mijn achtertuintje niet groter dan deze kluit. Oké, okay, dus de kluit zou eigenlijk net kunnen dan? Ja, de kluit zou net kunnen. maar dat vrees ik toch dat ik van de koop af moet zien. Dan kan je beter voor iets anders gaan, denk ik. Ja, heb je nog iets anders? Ik denk dat ik nog niets heb staan. Handzamers? Ja, natuurlijk.
Oh, leuk. Een seringetje. Je moet makkelijk mee kunnen komen op de fiets, denk ik, hè? Onder de snelbinders. Zo is het. Pieter, hartstikke bedankt, joh. Tadaa!